Jongens, we hebben te vroeg gejuicht, hè? Ja, dat deden we. Na de verkiezingen. Ja, want toen zeiden we van, D66, die hebben 9 zetels. En onze Tjeerd de Groot, onze de Tjeerd, die stond op nummer 10. Dus die was, die was gezien. Dus zeiden wij, ja, we zijn van hem af. En wat blijkt nu, vrienden? Oh ja, ze krijgen toch nog een restzeteltje, D66, ja. Dus dan komen ze toch weer op 10. En hup, daar is de Tjeerd weer. Ja, die duikt in één keer weer terug de kamer in. Maar goed, wij gaan niet, zoals links, gaan wij niet ons lopen aanstellen. Nee, want die gingen dus na de verkiezingen. Allemaal Buzzy Radio aandoen. En die gingen zitten shimmyen. En op tv en op de radio. En in de krant allemaal columns. Oh, schande. En de PVV had gewonnen. En dat kon helemaal niet. En nou, al die demonstraties ook. Stonden ze allemaal, die deugneuzen, stonden ze allemaal met lampjes en te demonstreren. Ja, dat gaan wij allemaal niet doen hoor. Nee, zo verschrikkelijk flauw en kinderachtig zijn wij niet. Nee, wij pakken dit verlies, want dat is het wel een beetje natuurlijk, Tjeerd, dat jij weer terugkomt. Dit pakken wij gewoon als kerels, ja, als stoere mannen. Pakken wij dit verlies? Ja. Kijk, er zijn twee dingen van belang bij jou, Tjeerd. Ja. Ten eerste, hey, wij gaan ons een beetje vermaken gewoon met jou. Want jij speelt geen rol van belang meer. Nee. En ik denk dat wij gewoon vanaf nu gewoon gezellig om jou fratsen gaan zitten lachen. Ja, want dat is het gewoon. Het is gewoon alleen maar gekkigheid die jij uithaalt. En dus, je gaat je gang maar. En wij gaan er gewoon vrolijk op zitten grinniken. Dat is één. En ten tweede, maar dat is wel van belang en dat vinden wij buitengewoon prettig. Ja, dat jij door jouw gedoe en door jouw gedrag, dat jij D66... nog iets kleiner gaat maken. Ja, Geert. Dat ga jij doen. Ja. En daarom zeggen wij, welkom terug.